dat wij best blij waren. We hebben nog niet heel veel gepraat, dus ik denk dat... jij blij? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat iedereen op het scherp van de snee aan het spelen was. En weet je, soms kun je een beetje te veel beginnen nadenken tijdens een première van, om geen fouten te maken. Maar ik heb het gevoel dat niemand daar last had van. Ja, het gevaar aan een première is altijd dat je net te goed wilt zijn. Waardoor dat je niet zo goed staat eigenlijk. Wat een feest vanavond, laten we dat niet vergeten. Wat een feest om verschillende redenen. Die mensen die ik zo graag zie, die ik zo begeesterd met dit alles zie omgaan. De zielen van iedereen die op die vloer liggen. Dat is ontroerend en dat is schoon. Ik ben ontzettend fier op mijn collega's die naar mijn gevoel stuk voor stuk het fantastisch hebben gedaan. Zowel voor als op de scène. Er is ook wel een beetje een last van je schouders die afvalt. Ik denk dat ik ongeveer 2 kilo kwijt ben. Eén van zoveel te zweten en dat ander toch omdat je altijd hoopt bij zo'n première dat alles goed gaat. Maar ik denk, als ik rond mij kijk en de reacties hoor, dat gelukt is. Dus heel fier vooral. De rechterrug, slaat een kruis. Je handelt enkel op bevel. Je denkt aan thuis, het is ook een brandend actueel onderwerp waar we het over hebben. En ik merk ook bij het publiek dat het extra hard daarom ook binnenkomt. Het is een zwaar thema, maar tegelijkertijd ben ik heel blij met mijn rol. Dat ik een beetje kan zorgen voor de luchtigheid in de voorstelling, die ook wel nodig is. Want er vloeien wel wat traantjes, maar af en toe een lach is ook niet onbelangrijk. Dus ik ben blij dat ik dat kan bijbrengen. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon fijn om te merken dat iedereen op zijn manier een superbelangrijk onderdeel is van van deze voorstelling. Daar drinken we en daar drinken we en. En kan hierop stoppen, dus geef hun een tap. Giet een glas er maar vol, want ik leef voor de lol. Ja! Wat een dust is last. Loop ik mijn kool en dan roep ik weer school. Dat deze voorstelling 10 jaar geleden als een soort van experiment begon. Namelijk, wat als we een klein verhaal gaan vertellen in een hele grote zaal met een tribune die vooruit en achteruit reed. We zijn nu 10 jaar later en ik denk dat we nu met al de nuances die we kennen, ik denk dat wij op dit moment op de beste versie van wat wij allemaal kunnen zitten. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen naar deze musical komen, want het is echt belangrijk. En zoals Anja zei, als je naar huis gaat en je denkt, wat kan ik doen om dingen te veranderen? Dat is graaf. 2 woorden waar dit verhaal over gaat, volgens mij, verlies, dat is evident, maar ook over veerkracht. De mens die er altijd in slaagt om het puin van grote miserie recht te staan. En ik hoop dat iedereen met dat beeld ook naar huis gaat. Er is altijd troost en er is altijd hoop.